Hazeswoudse Boys is volgens de KNVB een van de meest bijzondere dorpsclubs van Nederland. De voetbalvereniging uit Hazeswoudendorp kreeg bezoek van de directeur van de Nederlandse Voetbalbond, die met eigen ogen wilde zien wat Hazeswoudse Boys zo'n bijzondere voetbalvereniging maakt. Wat gewoon hier opvalt, er zijn natuurlijk een paar dingen, maar dat ga ik straks die voorzitter zelf ook nog vragen, is A, waarom hij voorzitter is en waarom dat zo uniek is. Hè? Want het is een man die helemaal niks met voetbal heeft, dus dat is, vind ik interessant. Hoe kun je dan toch een sterke club bouwen? Ze zijn heel weinig tot bijna niets afhankelijk van de gemeente. Dat is natuurlijk ook interessant. Veel vrouwen. Het is een kleine dorpsclub. Dus ik ben ook nieuwsgierig hoe betrekken ze dan de vrouwen en het meisjes- en vrouwenvoetbal binnen deze club. Dus hoe bouw je dan met elkaar die unieke cultuur? En dan heb ik ook nog begrepen dat ze een commissie cultuur hebben. Dat ga ik straks horen. Die commissie van cultuur en maatschappij organiseert allerlei activiteiten die eigenlijk niets met voetbal te maken hebben. We organiseren de Koningsdag voor het dorp. We organiseren polderloop. We helpen mee met het organiseren van een triathlon. Daarnaast zit de buitenschoolse opvang in ons clubhuis. De middelbare school en de basisscholen mogen gebruik maken van onze velden. Ik noem ons wel eens het clubhuis van de toekomst. En dat betekent letterlijk dat de deur altijd open staat, dat het licht brandt en dat het hier gezellig is voor leden, maar ook vooral voor niet-leden. Maar natuurlijk wordt er ook gewoon gevoetbald. Op deze woensdagmiddag zijn de scholen vrij en wordt er getraind door de jongste jeugd. Maar de voetbaltrainer wordt iedere week bijgestaan door een hele jonge assistenttrainer. Ja, vandaag heb ik Michael hierbij lopen. Ik weet even niet waar die ergens loopt, maar die is met die jongetjes bezig. Die assisteert mij vandaag en die heb ik zelf training gegeven in denk 2 seizoenen geleden. In de E1 toen de tijd nog. Hij loopt bij de kleintjes en ik loop bij de wat ouderen. Af en toe loopt hij er eens tussen en dan helpt hij. Dat is leuk voor de jeugd ook natuurlijk om dat extra erbij te hebben. Vertel eens, hoe gaat dat? Ja, dat gaat wel goed. Ik doe het al 2 jaar. Dus nou, het gaat wel goed, ja. En wat vind je ervan dat jij als 12-jarige al die jochies van 10 en 8 mag trainen? Ja, ik vind het eigenlijk wel grappig. Gewoon leuk. Waarom is dit voor jullie zo belangrijk om te doen? Ja, maar kijk, we zijn een bescheiden dorpsvereniging. We hebben 485 leden, hè, waarvan 100 dames in dit geval. En voor ons is het eigenlijk, klinkt misschien wat negatief, overleven. Ik bedoel, voetballen is leuk, dat doen we ook primair en dat moeten we ook vooral blijven doen. Maar daar kun je de vereniging niet van laten draaien. Hè? Ik bedoel, je moet meer doen. Je moet laten zien dat je er bent, ook aan de niet-leden. Ze moeten je weten te vinden. Ze komen in het clubhuis, ze drinken een kopje koffie, ze eten een broodje, ze kijken de wedstrijd. Ja, dat zijn allemaal inkomsten die wij gewoon nodig hebben om als vereniging te kunnen blijven bestaan. Want het nadeel van de dorpsvereniging is natuurlijk dat je weinig nieuwe aanwas hebt. Ik bedoel, als je 75 jaar in zo'n dorp zit, dan is iedereen zo ongeveer lid die van voetballen houdt. Ja, en dan wordt het zaak dat je andere dingen gaat doen om ervoor te zorgen dat je de bestaansrecht kunt continueren. En we hebben genoeg voorbeelden, ook in Alphen, waarbij het niet helemaal lukt.